Voor de allerlaatste keer in de eigen klas. Nog één keer les en dan is het definitief oer. De bern van basisschool Us Nije Gee in Ellehuizen zullen tenaai naar school in Aardegee. Beide squallen hier te meer leerlingen en dus fuseren ze. Het is jammer, want het was een hele fijne school en hij bestaat al heel erg lang. En dan moet je opeens, ja, dan gaat de school dicht. En dan moet je wel even wennen, zeg maar. Ja, het is lekker rustig en leuk, gezellig. En op die school is het best nog wel druk, maar niet bij. De les is klaar en dus kennen de tafels en stoelen de wel uit. Die verhuizen mooi naar de nieuwe school. En dat aanskieën docht ook bij de ouders toch zo wat zeer. Maar het is net oors. Ja, dat is wel heel jammer natuurlijk. Hè? Ik bedoel, school in het dorp is natuurlijk wel heel fijn. Maar ja, als er net genoeg bijen op school binnen, dan te liets is ik net fijn. Maar een treintje gingen de bijen naar de nieuwe school. Daar zal in de zomervakantie alles ombouwd worden. Om klaar te wijzen voor de nieuwe wijze van lesjaan. De leerkrachten verhoren van echt lesjaan, zoals het vroeger weer. Naar coaches, we gaan tabletonderwijs gaan wij invoeren. Dus we willen eigenlijk een moderne squalle. Ik denk dat we een vooroprenner willen in deze hoeken van Friesland. En dat hier net kind in de oude situatie. Het al leerlingen wie gewoon wat te leeg. En dus verhuist het hele spul naar Aardegee en bloot in Ellehuizen een leeg gebouw achter. En dat docht dus wel een beetje zeer. Ja, dat is heel spietig vanzelf. Het is wel een gemis van Ellehuizen. Ellehuizen raakt het wel weer iets kwijt. Ze vallen binnen al heel soort dingen vergingend. Ik winkels ze zaten, dat is al je in verliezen al verdwijnt. Nodig het squallen is nog sluiten jood. Het is jammer. Maar ik pleit zo lang, zocht wel in dat het net overskoe. In Aardegee hebben ze in elk geval alle vertrouwen in de toekomst. Maar 50 leerlingen op squallen winnen ze grut genoeg. Ja, en wij hopen eigenlijk door het concept, wat gewoon heel modern is en naai, dat er misschien wel meer bij komen. Want ja, in Omjouwingen ben ik een oorskwalm. Nou, en misschien zeggen ze meestal wel van, goh, het is zo bijzonder. Wij komen. Nou, en die ben van harte welkom natuurlijk.